Lange broeken, dikke truien, warme jassen en die eeuwige paraplu. Ook vandaag begint weer nat en herfstachtig. Winkels die volhangen met zomerkleding gooien de spullen sneller in de sale. Anderen spelen erop in door andere kleding in te kopen. Het is iets rustiger als wat het normaal was als vorig jaar, want het scheen heerlijk het zonnetje. En wat wij nu merken is dat ze allemaal lange broeken willen en truitjes of zo met een driekwart mouwtje, een t-shirt met een vestje erover. Dat is wat nu heel goed verkoopt. Deze die gaan we dadelijk zonder lieslazen verkopen, want de zon komt eraan. Die gaat ook nog lang schijnen natuurlijk, hè, tot in november zo'n beetje. En dan gaan we dit nog wel verkopen, geen probleem. Waar menig vrouw als shopaholic door het leven gaat, kopen mannen kleding vrij ad hoc. Mannen die wachten op de zon, als hij naar buiten komt, dan gaat hij natuurlijk meteen de verkoop in. Maar we hebben ook mogelijkheid om wat bij te sturen. En daar gaan we dus een donkere broeken bij kopen. En dat doen we zo tussendoor. Dus we kunnen altijd wel voldoen aan de vraag. Beige met zwart en een vestje weer aan. Vooral met dit weer is dat ideaal. Ja. Dit is echt een hoogzomerjurkje voor als de zon echt schijnt, heerlijk warm is. Maar ja, toch verkopen we ze al. Want de dames zitten natuurlijk op de zon te wachten. En zodra het zonnetje komt, denken ze, yes, dan kan ik mijn nieuwe jurkje aan. Dus heel leuk ja, jurkje natuurlijk en helemaal veel kleurtjes. En, ja. En een beetje dame houdt wel van shoppen, toch? Ja, precies. Dames houden van shoppen. Meer als mannen. Dat is gewoon een feit. De paraplu kan in ieder geval voorlopig de kast in. De komende dagen is ze droog. Nu die zomerse temperaturen nog.